Ja. Oké. Okay. Yes. Goed. Welkom aan iedereen, aan u allemaal. Goedemorgen. Helaas, Paul, ik hou dat plakje cake te goed. Daar hou je te goed. Ja, ik kan moet je bij, weet je, bij Rutte zijn. Ik kan er niks aan doen. Dat hou ik te goed. Plakje cake hou je te goed. Oké, okay, top. Wij gaan een vraag hebben over Shulchan HaTahor. Oh. Dat is dit. Ik hou het even voor de camera. Ik hoop dat u het allemaal kunt zien. Shulchan HaTahor. Dat is geschreven door rabbijn David Pardo. Tenminste. Uit Amsterdam. En ik zal dat eerst. De uur van vandaag valt in één in twee gedeelten. Het is een introductie op het werk zelf. En dan ga ik met u ook een stukje leren uit dat cijfer. Maar ik ga hiervoor even naar ShareScreen toe. Want ik heb een kleine PowerPoint hiervoor voorbereid. En die laat ik... Ja, dat is... Dat is hier. Ja. Ik kom eruit, ja. En dan gaan wij vanaf huidige dia gaan beginnen. Ja. Het is dus geschreven door Josep Pardo. En is uitgegeven door zijn naaste David Pardo. En David Pardo is gezant te Londen. Maar we zullen meteen nog iets meer daarover hem gaan zien. Dat is heel boeiend. Dit cijfer, dat is... vindt zijn oorsprong in deze prachtige kille, deze prachtige zoel. U ziet hier nou een iets latere afbeelding van de pig, maar daar komt het vandaan. Want het was meer wat we nu zien. Het dateert uit het laatste decennium van de 17e eeuw. Wow. En die rabbijn Pardo, die was dus een raaf, ook afbesting, dat is mij niet helemaal duidelijk geworden, bij de pig. Alleen moet deze telefoon nog wel even uit. Ja. Wacht even. Ik bel straks terug, ik zit in een bespreking, ik weet waar het gaat. Ja? Ja. Ja. Nou, ik zit in een shiur op Zoom. Maar ik moet u even spreken. Ja, wat is er? 1 seconde, ja. Ja, dat hoor ik, ja. Ja. Ik wil er straks over terug. Ik heb nog 10 mensen die naar me zitten luisteren. Roosjes van Piepkanaal, ja. Ja. Het is heel duidelijk. Ik bel daarover straks terug. Degene die erover gaat is executeur testamentair. En daar zit ik op te wachten. Ik heb tegen hem gezegd, haal dat stuk uit het huis en dan weet ik dat. Dan ben ik dat en dan kan ik het ook bepalen. Maar in mijn luister, ik zit 10 mensen te wachten, ik kan niet. Tot 11 uur, spijt me. Goed, Moest maar door, ja. Goed, dan moet ik even weer met mijn gedachten erbij komen. Ja, het vindt zijn oorsprong meer in deze. Het vindt zijn oorsprong meer in dit gebouw en deze sfeer dan de foto die we net zagen. En
in die tijd heeft hij dus ook geleefd en had geschreven. Nou, wat interessant is, als je kijkt naar de introductie van het boek, er staan een aantal Ascomers in, en dan komen wij drie hele bekende namen tegen. Dat is Yitzhak Abuab, en dat is Jacob Sasportas, en dat is Shlomo D'Oliveira. Jacob Sasportas is gewoon gestorven in 1698, Shlomo D'Oliveira in 1700. En dus die Ascomen die zij hebben geschreven op dit werkje, dateert uit die tijd. Dat is natuurlijk de bloeitijd geweest van de PIG, de opkomst van de PIG. En dat gaan we ook nog zien, de tijd waarin de PIG in feite de moedergemeente was van een hele Sfaradische diaspora. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom deze rabbijn dat ook al heeft besloten dat te gaan schrijven. Het mooie is, in de introductie staat iets heel bijzonders, want hij moet hebben beseft dat hij een heel bijzonder werk ging schrijven. En we zeggen, wat nuttig was, maar waar mensen ook iets op zouden gaan afdoen. En dat verwoordt hij ook. Als we kijken nou hier op het scherm, in de vierde regel. Want hij zegt, ik heb het heel kort gehouden allemaal. Maar dan zegt hij, op de vierde regel, Bataille didi, ha koire, seile agas katana. U, mijn vriend, die dus leest. Ik zei katan, agas katan, ik heb één kleine vraag voor u. Gerev avodasi, asher avodatuga, voor het werk wat ik voor u heb gedaan. Alma yahamahe libro lehavzal zoals benegen. Maak dat niet beschaamd je ogen. Ke'ein dovo nakel le'odom kavazois maas echerim. Want er is niks, ke'ein dovo nakel le'odom, is niks in de ogen van de man zo licht als het beschaamd maken van wat anderen doen. We gein lo'yase lahazik le'shango. En er mag je ook niet van de oorzaak zal zijn dat jij met jouw tong dus schade berokkent, la sherot en heilige, aan degene die jou, degene die iets goeds voor jou wil doen. En omdat ik dus, Jan Elokim Elojadiok, Sim heeft dit nou naar mij toegebracht, want het is dus het werk van zijn opa, Lozokati, Blanachti, Melavia, Metzavus, heb ik niet gerust, heb ik laten drukken. Lazakot bot Arabim, om daar dus velen dus zaken mee te zijn, Elmai Roeskol Karabo, degene die dat leest, dat hij dat heel makkelijk zou kunnen lezen. En dan zullen ook de dinim, die zullen dus goed zijn in, goed liggen in de mond van iedereen. Want je kunt het dus je makkelijk meenemen. Wat hij zegt, het volgende, dat vind ik prachtig. Hij beseft dat aan de ene kant is het geen grote intellectuele hoogstand misschien. Maar er staan ook geen grote gedoezem in. En dan zegt hij, misschien zal iemand dit toch een klein beetje geringschattend behandelen. Maar hij zegt, doe dat niet, want ik heb dit gedaan. En ik heb gemeente iets goed mee te doen. En doe mij dan ook op uw beurt niet tekort. Vind ik heel bijzonder dat hij dat heeft geschreven. Nou is de vraag die Jozef Paardek dus uitgeeft, wie is dat?
Wie is dat? Hoe bedden we die hem in de geschiedenis? Daarvoor moeten we eens anders kijken naar het verhaal van de familie Pinto. Familie Pinto kwam oorspronkelijk uit, natuurlijk uit Spanje, Portugal, maar die zijn in Spanje terechtgekomen. En in 1645, toen was Spanje natuurlijk nog helemaal Rooms, toen heeft zij zijn vlok aan Antwerpen en naar Rotterdam gekomen. En daar zijn zij weer teruggekomen tot Jiddischkeit. En daar hebben de mannelijke leden van de familie hebben zich ook laten besnijden. En het was een rijke familie. En de familie Pinto werd al spoedig ook al de spil van de kille daar. Zo hebben ze dus betaald voor de huur en het interieur van de soel. En hebben ze ook een raaf gehaald en hebben ze een yeshiva gesticht. Yeshiva Los Pintos, die was in Utrecht een gazan, die heette Zwaars. Die heeft een prachtig boek geschreven, hoofdstuk van de geschiedenis van de Joden in Nederland. En daar schrijft hij hierover. Gaat er uitgebreid op in. Dit is die meneer Pinto en die yeshiva is daar geweest tot een jaar na zijn dood. Dat had hij ook bepaald dat hij wil dat yeshiva een jaar zal blijven, te minimaal tot een jaar na zijn dood zal blijven bestaan. Na zijn dood zijn die Pinto's vertrokken en die zijn naar Amsterdam gegaan. Er is ergens ook een prachtige schilderij van een koet met vier paarden voor het Pinto-huis in wat nu de Oderbreestraat is. Dat is diezelfde familie. Dat is diezelfde familie. Maar hij zegt dus, hij beseft dat hij, wat er allemaal is geweest, wat de Maran is overkomen, dat zien we ook in staan, dat de studie van de Torah zeer gebrekkig en bewaardigd is, en deze treurigheid te moeten constateren, waar dit de straf is voor de vele overtredingen door de vader als Maranas of schijnchristenen gedaan. En dan zegt hij, hij heeft een schuldgevoel, en zegt hij, daarom ga ik een midras dus oprichten. En die is hier geweest, we zien hem in de wijnhaven in Rotterdam. Het is natuurlijk vandaag totaal anders dan wat het toen was. Zo zag het eruit voor de oorlog. Op dit pand, daar was de yeshiva. En we kijken hierna met dat pijltje, dat was die locatie. De wijnhaven is nog wel natuurlijk de bouwing niet meer. Nou is het zo dat er was daar ongeveer 10, 12 leerlingen. En die meneer Zwaars, we zijn ook wel eens gebeurd met al die leerlingen van die Talmidim. Ja, op een gegeven moment zijn die weggegaan. En daar zien we er dus iemand die is gazan in Amsterdam geworden. Twee zelfs. Een van hen werd uiteindelijk gagam in Middelburg. Op een gegeven moment was er ook een Portugese gemeente. Ja, en Jacob Abandena, die is dus gegaan geworden in Londen. Meneer Pinheiro, die heeft wat een beetje circulier opgezocht. Maar Diosse Pardo, die heeft dus die Suganatao uitgeschreven. En dan is Josse Franco, die is naar Suriname gegaan. En is ook, ik kon niet alles weggeven, is ook een van die leerlingen is ook raaf geworden in Jamaica. Of die de rum daar echt lekker vond of niet, dat vertelt het verhaal even niet. Maar en wat boeiend is dus dit, dat de Zwaaiers gemeenschap in Amsterdam, in Nederland, was op dat moment, was dus de moedergemeente van, was dus de moedergemeente van de Zwaaiische diaspora. En en het zag het ook als een taak om al die Zwaaiische kinders die er zouden zijn, om die van de nodige rabbijnen en gazaniem zo te voorzien. En er is ook heel veel geschreven ook, dat zien we ook aan de band tussen Amsterdam en de Portugese gemeente in Londen, die was heel innig. En Amsterdam zorgde daar ook heel veel, voor. Zoals bijvoorbeeld Stroma Ailon, die was gagam in Londen, die is daar in een grote ruzie terechtgekomen. En toen hebben ze in Amsterdam gezegd, nou, wat kom jij naar Amsterdam, maar neem jij je onder vleugels, dan moet het wel goed komen. Dat is dus niet helemaal goed gekomen, want die Stroma Ailon die had dus bepaalde banden met de Sabtan Tzwi-beweging. En dat is het uiteindelijk uitgedraaid op het drama met de Chacham Tzwi. Maar dat is voor een ander moment. En het belangrijkste is ook, dus was daar dus ook iemand die Vega, die is naar Den Haag gegaan. En die is de Portugese gemeente in Den Haag begonnen. Deze soel met een ander mooie plaatje.
natuurlijk een klein beetje replica misschien van de Amsterdamse Snoga, die heeft hij helpen stichten. En deze Zwaardersgemeente in Den Haag heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis, onder andere door de leden daarvan, een Teixeira Mattes, anderen waren ontzettend rijk, hadden hele goede banden met de Oranjes, ook financiers van de Oranjes, en heeft op een andere manier ook een rol gespeeld in de Joodse geschiedenis, maar dat is niet voor dit moment. Wat we moeten beseffen is dat, en het is ook belangrijk, dat toen deze rabbijn Paarden zijn werk schreef, toen keek hij natuurlijk niet naar de Zoeger naar Roeg, die wij kennen. Dat wil zeggen, de Zoeger nog bestond en de Remo ook, want de Remo die... Dat is uit de 16e eeuw, maar we spreken natuurlijk nu over het einde van de 17e eeuw. Maar als wij vandaag de Zoeganoog openen, dan zien we daar de twee belangrijkste verklaarders, Marin Avraham en Thérèse Haff, dat zien we hier ook, die dateren ook uit de tweede helft van de 17e eeuw. En ik weet niet, ja... Het zal al wel hebben bestaan, dat zou ik moeten nagaan, maar niet de eerste Zoeganoog is gedrukt met de verklaring van de Marin Avraham en de Thérèse Haff. Maar ik weet natuurlijk niet of die al in Amsterdam beschikbaar waren toen dus die rabbijn Pardo zijn Zoeganoog Tahor heeft geschreven. Wat hij natuurlijk wel moet hebben gehad is, behalve de tekst van Zoeganoog en de Rama, hij moet hebben gehad de Beit Yosef, die had hij natuurlijk wel. En daar kon je natuurlijk heel veel achtergrondinformatie vinden. Maar om te begrijpen wat hij heeft gedaan, heb ik een stukje genomen uit het werk van de Nieuw van Lil Shabbat. En dat gaan we gewoon een stuk voor stuk bekijken. En dan gaan we ook begrijpen wat hij heeft gedaan, hoe het werk is gedaan. En het belangrijkste is dit. We kennen natuurlijk allemaal de Kitzel van Shlomo Ganzfried. Die tekst heeft Shlomo Ganzfried, die heeft dat dus geredigeerd en zijn eigen tekst gemaakt. Gebaseerd op Zoeganoog, maar dat heeft gewoon volledig zijn eigen tekst daarbij gemaakt. Hij niet. We zullen keer op keer gaan zien dat Rabijn Pardo gewoon de tekst van Zoeganoog zoveel mogelijk heeft gevolgd. Want hij volgt hem zoveel mogelijk, maar ook heeft hem ook ingekort. En hij heeft eruit gehaald waarvan hij vond dat dat belangrijk was. En wat we ook gaan zien is dat een aantal halachot brengt hij niet expliciet, maar die brengt hij impliciet. En zijn optiek was inderdaad om de relevante halachot die er zijn, en dat is natuurlijk hoofdzakelijk uit Zoeganoog, Orchaïm en Yoredea, om die op zo verkort mogelijke manier te brengen. En nogmaals, de kanttekeningen op de tekst van Zoeganoog, die zijn gekomen door de Marin Avraham, door de Thérèse Haff, door andere agroniemen, zoals Gassam Soever, Bekieve Eiger, de Wilna Gon, Mr. Broeren, Gaia Adam, en die hele wereld van lage literatuur, die bestond toen nog niet. Die is later gekomen. We zullen ook zijn werk vandaag gebruiken als uitvalsbasis, om zo te zeggen, naar verdieping en naar verbreding van hetgeen wat we gaan zien. Nou, heb ik via Paul u dus eigenlijk de tekst toegestuurd van hetgeen wat ik ga behandelen. Ik weet niet of iedereen dat heeft gehad of niet. Want als het niet zo is, dat is allemaal niet zo'n probleem. Dan ga ik nu uit deze. En dan komt er iets anders op het scherm. Dat is namelijk de tekst van de Shiur. 1 seconde. Ja. Ik hoop iedereen dat ziet. Ja, dit is het stukje... Dit is het stukje over
Een stukje over, over vrijdagavond. En ik dacht, dat is natuurlijk, het, voor ons allemaal is dat een beetje common ground. En we doen iedere vrijdagavond. En dat is dan het makkelijkst als uitgangspunt. En we kunnen een andere keer, als anders hier, kunnen we een ander stukje van nemen. En wat ik heb gedaan, we zien hier een stuk of 10, 11 halachot. Ik heb dus die halachot genomen. Daar heb ik steeds dan de tekst bijgezocht van de Soganoog zelf. Want dat is een feit wat hij heeft gedaan. Hij is door de Soganoog gegaan. Hij heeft eruit gehaald wat hij belangrijk vond. En dat heeft hij opgeschreven, heeft hij overgenomen. Dat zal absoluut geen copy-paste zijn geweest via Otsa Gogma of via een ander computerprogramma. Dat zal hij hebben opgeschreven. Maar zo is het werk gegaan. En dan gaan we kijken naar de eerste halacha. Ja, en dat heb ik hier staan. Eén. Wat heb ik? Ja, dat is deze halacha. Matimin lit palel arvit yoter miyemot hachol. Hij zegt dus één. Hij zegt dus, ja, we dammen Mari vroeger dan door de week. Daar begint hij mee. Nou is de vraag natuurlijk, wat schrijft hij dan over Mari op maandagavond, zoals vandaag, op dinsdagavond. Kijk, het was in Amsterdam toen geen zomertijd, maar het was natuurlijk ook in de zomer. In de zomer was het natuurlijk ook pas, in het midden van de zomer natuurlijk ook pas tegen 10 uur donker. En nou, meneer Pardo, ging hij dan dus inderdaad in de zomer pas om 10 uur naar school of niet? Wat deed hij? Daarvoor gaan we natuurlijk kijken naar, we hebben hier ten eerste, hebben we hier dus de Megabba erbij gehaald. Dat zien we hier. Dan zegt de Megabba het volgende, maar Dimi liet per arvid yotem yotachol. Dat is in feite dus, de tekst van Megabba heeft overgenomen. Alleen Megabba voelt er nog iets aan toe. We plakken minge, met plakken minga. Ja, ik neem aan dat u dat weet wat is. Ja, gewoon natuurlijk kabel sabbat bevel het arbeid. Daar kun je dus al Marif davenen. Maar iets groter maken misschien, Rabijn Katz. Dat moet lukken. Zo, meneer Levy, lukt het nog goed? Ja. Dank u wel. Oké. Oh, wacht even. Dus, en dan volgt hij naartoe. En dan direct kun je naar eten. Dan zien we hier meteen de beknoptheid waar hij zich van bedient. We gaan even terug naar het tekstje hierboven. Hij zegt, alleen maar die binnen per arbeid, dat is het. Ja, en dat je daarna kiddush kunt maken, dat vond hij, dat logisch is dat dat kan. Want iedereen die dat zou zien, die zou begrijpen dat... dat je daarna kiddush kon maken. Maar daar zie je dus meteen weer de werkwijze. Alles wat iemand in principe begrijpt, dat hoeft hij of besluit hij, dat gaat niet op te schrijven. En daar heeft hij aan zitten te denken toen hij dus die tekst zei, dat verzoek. Die mensen zullen absoluut zeggen, waarom schrijf je dit niet op? Dat is een beetje belachelijk dat je uitlaat. Nee, zegt hij, accept me for what I am. Ja, en alsjeblieft, doe je voorbeeld mee, maar maak mij alsjeblieft niet belachelijk. Wat ik nu wil gaan doen, is we gaan er kijken wat hij schrijft eigenlijk dan met, door de week. Want wij hier in Nederland, Van Kleef, die zal waarschijnlijk, heeft dat niet zo'n probleem. Want in Pedatikwa is het uiteindelijk in de zomer ook 8:30, 9:00 is het donker. Dus dan om 8:30 maart te dan in de zomer is geen groot probleem. Kan wel, maar meneer Pardo is in Amsterdam en dat was het in de zomer natuurlijk pas tegen 10 uur nacht. En wat schrijft hij daarover? En daar moeten we natuurlijk kijken naar Kriyat Shema Israel Arvid Amitato. Schrijft hij het volgende, dat de tijd van Kriyat Shema van 's avonds is vanaf dat het 3 sterren zijn, misschien is het Kriyat Shema over Yom HaUnam is het volk, als je het zei, Hasafek, Miliba, totdat je weet dat het donker is. Ja, we hebben vandaag een keurige, nette
Luach, dan kun je precies zien hoe laat de nacht is. Dat kon niet, dus als het donker was, dan moest je maar gissen wanneer is het nou donker of niet. Wat hier staat, is het volgende. Dat is de Megabber in Simon Rijslamet. Hey, ja, daar haalt dus de Soeganator dit vandaan. Ze man kies maar bij Laila, misaat je het hier, zoals ik al gavim, Ktanim. Ja, je zegt als er drie sterren zijn, dan kun je Shema zeggen, dat is ook Marif. Jam team, als je het zegt, dan vind ik mijn libo. En is het dus donker, en zo is het bewolkt, dan moet je wachten totdat je er zeker van bent dat de dag is. En wat er nu komt, dat slaat hij dus over. Ja, dat staat dus niet te zoeken op. In kara kon er geen gozer kara tabula. Zeg ik daarvoor, moet je nog een keer Shema zeggen. Wie iemand ziet, boer maakt die mini kroot kreeg, maar iemand jom, ik ga mijn kreeg, maar ik ga tel, wie het palet aan mijn. Zijn ze vroeger, dan mag dat wel, dan kan dat wel. Maar, ook je geeft ze maar, correct, kreeg, maar God. Maar, als dus de tijd van nacht is gekomen, dan zeg je dus kreeg, maar als een bra God. Ik zou nog even toevoegen, de Megabber is rabbijn Jozef Caro, eigenlijk degene die de Shulchan Aruch heeft geschreven. Ja, zeker. Ja, ja. Goed, iedereen weet wat de Megabber. Oké, bedankt voor deze aanvulling, meneer Levy. Dank u wel. Nou is het zo, wat we dus net hebben gezien is dat de tijd van Kriyas Shema, van 's avonds, daar houdt hij zich heel kort bij, dat is vanaf het moment dat de drie sterren zijn verschenen aan het firmament. En hij gaat dus niet erop in op dat vroege davenen. Dat zeg je gewoon niet. Dus dan is het ook heel consistent met wat hij hier schrijft. Dat is consistent met hetgeen dat we net hebben gezien. Hierboven, waar hij dus zegt, gewoon je davent is vroeger. Want door de week is dat, als je hem kijkt naar wat hij zegt, was het inderdaad geen usance. Nou, weet ik niet, dat zou je natuurlijk moeten vragen aan de historici, dat viel buiten het tijdsbestek van de voorbereiding van deze uur, hoe dat inderdaad was in de snogen, of dus in 1690, of de mensen daar inderdaad wachten met Marie tot 10 uur, of dat er misschien toch een vroege minje was door de week. Dat weet ik niet. Dat is niet zo relevant, want uiteindelijk hebben wij het hier over wat hij schrijft in zijn boek. En dat moet consistent zijn. Dat er al een minnaak was, dat kan zijn. Dat is voor ons niet relevant. Maar het enige waar het hier om gaat, is dat er dus in het werk, ja, of dat correct is. En dat klopt hier. Dat er al een minnaak was, dat is best mogelijk. Dan gaan we verder met de tweede halacha. En dat is dus een hele korte halacha. Nashim chayavot bekiddush. Ja, dames moeten kiddush maken. Dat is voor u natuurlijk niet zo'n grote kiddush. Maar wat boeiend is dit. Dat dit is het eerste die schrijft over kiddush. Hij zegt niet chayavot bekiddush. Wat hij schrijft is nashim chayavot bekiddush. En dan zien we weer heel duidelijk zijn werkwijze. Dat hij gewoon impliciete werking, want uit het feit dat vrouwtjes moeten maken, dan heeft hij natuurlijk gedacht, ja, dan weet meneer Pompstok, ja, en meneer Polak, meneer Ken, die weten ook dat zij ook kiddush moeten maken. Dat is wel logisch, want als dames kiddush moeten maken, dan moeten heren ook kiddush maken. Wat we ook hier zien is, dit is dus halacha beit uit Simon 271. Ja, daar is een Megabber legt ook uit. Ja, Megabber voegt er een heleboel aan toe. Hij is die uitleg, waarom moet ze kiddus maken? Want het is toch een mitzwa die van de tijd afhangt. Ja, dat kan wel zijn, maar op Sabbat is het anders, want omdat de vrouwen zich dus de Sabbat verboden moeten houden, moet de Sabbat vrouw ook de Sabbat geboden houden. Dus daarom is dat, dat laat hij weg, want dat is uitleg. En nog een ander stuk, wat je ook weglaat, heeft wel later over of je anderen met zijn kinders kunt maken, is dat een vrouw kan ook dus voor een man kinder zeggen.
Maar dat vond hij allemaal niet belangrijk. Hij ziet alleen als zijn taak om, ja, om de meest essentiële halachot eruit te halen. En daar heeft hij, en waarschijnlijk met een gedachte, ik maak het niet te ingewikkeld, niet te gecompliceerd, niet te veel details, want dan zien mensen door de boom het bos niet meer. Dan gaan we verder met de volgende analoge. Dat is dus 3. Want hoe zit dat? Als iemand al heeft gegeten, als iemand heeft gegeten, ja, maak je dan tekieles of niet? Daar zegt hij dus het volgende. Avapisha asulit om konem kiddush. Alhoewel je dus niet iets mag eten van kiddush. Ja, we weten allemaal, als het vrijdagavond wordt en we de kaas aan gaan steken, dan mag je niet meer eten tot je kiddush maakt. Dat is dus een probleem als de Heer zijn ijzers lang blijft nasmoezen met zijn beste gabbe naar Soel en dan 2 uur na Sabbat thuis komt, is natuurlijk niet gezellig voor de mispogen. Er was een keer mijn vrouw die zei, als je zo laat komt, dan mag je ook nu buiten blijven. En die zijn er eentje gaan eten. Ja, maar ja, was voor die man was het een vrij karige vrijdagavond. Ja, nou, maar hij zegt dus hier het volgende. Apisa asunet om, je mag dus niet eten. Ja, voor kiddush. Toch in ta'ama kadesh, dan mag je, moet je nog steeds kiddush maken. En nou zien we ook hier weer. En het is boeiend, gewoon buitengewoon boeiend, hoe hij dus, ja, je zou bijna zeggen, we zouden bij de rechtbank zijn een enorme goede stenografist zijn geweest, hoe hij gewoon daar weer die tics van de gabbe neemt, en daar toch nog het een en ander uithaalt. Ten eerste, onheilig gezegd, alle tierlantijntjes van de Magabbe, daar is hij het niet mee eens. Nee, sorry, dat is niet goed. Die laat je zoveel mogelijk weg. Ja, en ook waar hij, en dat gaan we ook nog zien, waar hij de taalgebruik iets basaler kan laten zijn, doet hij dat ook. Bijvoorbeeld het woordje in die halagazaing, zien we hier, apis asur lo litom. Ja, dat laat hij weg, het woordje lo. Maar het is gewoon duidelijk op wie het heeft. Apisa asunitom staat in zijn tekst. Ja? En ook hier, ja, wat ook belangrijk is, hij wat hij ook niet zegt, is dat je niet mag eten voor kiddush. Ja? Ook weer gewoon impliciet. Is duidelijk. Als hier er staat, je mag niet eten, al wel je niet mag eten voor kiddush, mag je toch kiddush maken als je hebt gegeten. Daar zegt hij dus, hier kan meneer Pomps ook gewoon uit begrijpen dat hij niet mag eten zodra het Sabbat is geworden. Hij natuurlijk begrijpt meneer Pomps ook best dat hij op vrijdagmiddag, dan mag hij 2 uur voor Sabbat nog een kopje koffie drinken met een koekje of maar cake. Dat is helemaal geen probleem, waarom ze dat niet mogen. Natuurlijk zal meneer Pomps ook begrijpen dat het begin van als het Sabbat is. Maar dat moet hij maar begrijpen uitgeen wat hier staat. Want de Magabber, die heeft het wel gedaan. Want de Magabber schrijft 3 halachot ervoor. Maar dit, wat we nu zien, komt dus. Ik weet niet, kunt u mijn cursor zien op het scherm of niet? Ja. Oké. Okay. Nou, dit is het tekstje van hemzelf. En dan gaan we kijken naar Reis Ein Alef Sif Dalet. Daar is dus halacha, waar de Magabber dus schrijft: ooit wel of niet eten. En daar zegt de Magabber dus: Asur lit om klum konem kiddush. Afile maim. Ja. En zelfs als je al ben je al over een voorstels begonnen te eten, dan moet je ze onderbreken. Dat laat hij dus weg, want hij gaat er vanuit, dit is impliciet duidelijk dat het niet mag. Dan gaan we verder naar het volgende. En dat is de vraag, dus het inhalen van die kiddush. Ja, je hebt mensen die zijn verder aan niet lekker, of het even andere reden kunnen ze geen kiddush maken. Dat kan allemaal gebeuren. Ja, wat is nou, hoe is het dan te dien als je geen kiddush hebt gemaakt verder avond? In blauw, en dit is kiddush belaila yesh lo tashlumin lemachar kol hayom. Iemand die verder avond geen kiddush heeft gemaakt, kan dat morgen de hele dag inhalen. Je ziet 1 kleine opmerking over. Dat we zien, hij schrijft hier in blauw kadosh, staat hier. Als we kijken in de Magabbe zelf, dan zien we in blauw kidesh.
Ja? Waarom hij dat heeft veranderd, dat weet ik niet. Ja, want Kadosh, dat leest ook niet goed. Is ook grammaticaal niet correct. In Rokinees Balaila, als hij over 's nachts geen kids heeft gemaakt, ben je zo gek, ben je meeziek. Jeeslo, tasmoeile, maar ga ik al jong, dan kun je dus de volgende dag kun je dat dus inhalen. Wat we ook dus zien is, en daar maak ik ook geen verschil tussen, de Magabba zegt, ja, er zijn natuurlijk twee redenen waarom je misschien geen kinders kunt maken. Het kan zijn dat je geen kinders hebt gemaakt, omdat iemand was niet lekker, iemand was ziek, ja, of dat geen wijn, I don't know, just name it. Of het kan zijn, iemand zijn die echt zei, ik ga gewoon nu geen kinderen maken, absoluut geen zin in, ze kunnen maar barsten, die rabbijnen. Everything is possible. Dat heeft hij weer gezegd, dat maakt verder niks uit, want of je links of rechts mag ik je dus maken, dus dat schrijf ik niet bij. Voegt de Rama, daar dus aan toe, een belangrijke opmerking, je maakt dus die kiddush wel, zegt de Rama, daar is nu hier, ja, we omek kolle kiddush alayla, je zegt de hele kiddush van vrijdagavond, milwat wij gulu, maar wij gulu niet, en is natuurlijk logisch, want bij je eer van je wokken, jammer, sishida, bij goede, dat hoort duidelijk bij het begin van Shabbos, de vrijdagavond, dat past, zegt de Rama, past niet meer Shabbosochtend. Omdat de Magabba daar niets om heeft gezegd, zegt hij daar ook niets over. Ja, ik weet trouwens ook niet of dat zou ik nog moeten nakijken, of een zwaard die geen kinders heeft gemaakt, of die dan wel of niet Shabbosochtend, ik weet goed, dat zegt nog niet, dat moet ik nog uitzoeken. Maar we zien ook weer, hij laat dit weg. Hij laat dit weg. En die moet nog even wachten, meneer. Gaan we verder met 6. De dien van het gallekleedje. Wat is dat? Ja. Wacht even. Hardnekkig. Ja, maar dat waren trouwens twee verschillende telefoontjes. Net. Ja, ja. Twee verschillende mensen. Nou ja, okay, ja. Ga maar door. Dan zegt hij het volgende. Tsarishet je mapala sugan tagada mapala gaheret alaf. Hij zegt dus, er moet dus op vrijdagavond, er moet dus een tafelkleed op de tafel liggen, onder het brood. Ja, het heeft trouwens nog niks gezegd over het brood, ja, maar dat is vrij duidelijk dat er brood op tafel moet liggen. En eentje erbovenop. Wat staat in mijn gapper? Wat staat in mijn gapper? Dat is deze loge, Tess. Tsarist die mapale sugan tagatapat, umapa ageret prusa al gabaf. Dat is dus wat ik straks al zei. Dat er moet dus een kleed zijn op de tafel onder brood, umapa ageret prusal kabaf, en daarom en daar bovenop dus een andere kleed. En hij schrijft dus Wageret alaf, ja, dus dat woord al-gabaf, dat is nogal ingewikkeld. Hij zegt, I'm going to make it simple, ik schrijf daar Wageret alaf, en de ander daar bovenop. En ook het woordje prusa, wat de Magabba heeft, ja, dat laat hij daar ook weg. Nou is het interessant, nou kom je hier terecht, en dat is eigenlijk een klein beetje een zijspoortje van dit cijfer, van de Zogat Aor. Ik vond het toch de moeite waard om het hierbij te betrekken bij deze Shi'ur. Namelijk, dit verhaal, daar is in de Zogat Aor, daar is het, ziet hier in Yudalat staan, in de Zogat Aor, dat verwijst naar het Be'er Hetef.
En nou, dat legt hij dus uit inderdaad. Wat is de reden wat we dus dat we dus twee, dat dus onder en boven, dus onder en boven, dat we dus onder en boven een kleedje hebben, dat is vanwege het feit dat het manna, dat was ingezocht in dauw. Dauw boven en dauw daaronder. En wat, maar daar voegt de beheid daar iets aan toe. Hij verwijst, dat heb ik daar rood aangestreept. Waarin Simon Reza mag bezig, ik had een gimbal, maar schrijft hij zo. Wat wil hij daarmee? Dat is dus, en daar is iets heel interessants. Nou, ook het volgende. En dat is een goemere van de beheid die Mishmoren niet brengt. Daarom dacht ik, dat vind ik boeiend om dat hier bij te betrekken. Namelijk, er zijn twee redenen dus van die mapa. De ene reden van de mapa is, ja, is dus van dat manna. Maar een andere reden is, en mijn oma zich gewoon ervan gaat, die deed het altijd, zei, alle tafels, daar moet een kleedje op liggen. Ja, namelijk, het is een probleem, dat als ik een kleed leg op een tafel, dan maak ik een tent. Waarom? Want ik leg dus daarbovenop, de bovenkant, daar ligt dus de kleed erbovenop, en dat de zijkanten hangen naar beneden. Dat is een soort tent. Ja, en daar moeten ze altijd een mapa liggen, dat maakt niet uit wat ik daarna erbij voeg. Ja, en dat staat hier ook, seporsa, als ik een kleed op doe, dan maak ik een tent. Ja, maak ik een tent. En het interessante is, dat is wat de Beheider hier brengt, maar de Mishmoer brengt dat niet. Mishmoer met alleen die reden van dus, dat je dus dat manna daarin lag, maar nee. En omdat dus de tafel bedekt moet zijn, maar niet zozeer, ja, ook zo naar in, mappen, net zoals toch allemaal, maar niet zozeer van het maken van die tent. Dat brengt hij niet. De mensen die ik ken, ja, die doen op Sabbath gewoon een tafelkleed overheen. En dat heet geen oil, maar natuurlijk, want je kunt natuurlijk ook zeggen, je maakt geen tent, want die tafel is sowieso altijd bedekt. Want het tafelblad is altijd zo. En die zijkantjes naar beneden hangen, dat is niet echt een tent. Maar het is wel interessant, dat Heithuf die brengt dus dat probleem van het maken van die tent, en Mishmoer eigenlijk niet. En het lijkt dus inderdaad dat hij dus zich daar niet zoveel van heeft aangetrokken. Het enige wat voor hem van belang is, dat dus het brood dus ingebed ligt. En die andere reden van de tafelbedekking of zo, dat vindt hij niet zo belangrijk. Dan gaan we het hebben in Zayin. In Zeven gaan we het hebben over Kido zelf. De eerste zegt hij dus, Mekadesh al kos maleyain. Je maakt kiddush over een hele week wijn. Shaloye pagum. Dat wil zeggen dat het niet van dronken is van de wijn. U mekadesh me umat. En je maakt staande kiddush. Hij schreef dus, je maakt staand kiddush. Nou is de vraag, moet je echter inderdaad de hele kiddush staan? Dan gaan we kijken wat de Magabba schrijft in Steve Yud. Mekadesh al kos yayin maleyayin. Je maakt kiddush over een beker wijn, shaloye pagum. Dat heb je ook geschreven. En dan voegt hij aan toe, maar dat laat dus Rav Yosef Paarden weg. Wat ta'un koma zatun kosa mekmazon. Wa omer wij goele mu'umat. En dan sta je dus, bij groene zeg je dus staand. Waar om met Priyagov en waar ga Kiddush. Daar zeg je dus wat wij ook doen. Zeg je dus bo Priyagov en zeg je dus Kiddush. Hij schijnt, nee, als je naar Magabba kijkt, dan is het duidelijk. Magabba benadrukt, tijdens bij Gulu sta je dus. En daarna gaat Magabba hier verder en zegt dus, je zegt bo Priyagov en kena Kiddush. Of je daar per se moet staan of niet, dat daar is ruimte voor twee interpretaties in de Magabba zelf. De Ramo gaat er ook mee verder. En Mishmoer schrijft er ook, ja, gaat er uitvoerig ook in.
Hij zegt, waarom tijdens bij de goede moet je staan, want het is een getuigenis over de schepping van de hemel en aarde. Ja, maar daarna zijn er positieven zeggen, je kunt beter gaan zitten. Waarom? Want je moet dus, is een halaga verplichting, dat je zit op de, dat je zegt, kip op de plaats van een souda, en een souda zeg je zittend. En ook omdat je dus één iemand hebt die voor andere mensen mouts is, is het ook beter dat de mensen zitten. En natuurlijk in feite ook verder gaan. Tijdens mijn goede sta ik, daarna ga ik zitten. Maar er zijn mensen die zitten de hele kiddus, en er zijn mensen die staan de hele kiddus. Maar wat dus duidelijk is, is dat zijn interpretatie van wat de Maghabi dus schrijft in Sifjut, die is dus heel duidelijk dat hij gewoon zegt, ik maak die hele kiddush, sta ik dus. En bij Gulu en de tijdens de Barak Rekhoven. En er is absoluut ruimte om de Maghabi ook zo te interpreteren. Ja, want aan die kunt je ook zeggen, ga nog één keer terug, maar om je gezegd waar goed je staat, en daarna zeg je bij Pilgoven, en daarna kiddush. En daar kun je zeggen, gewoon staand. Of die zou, andere interpretatie is ook mogelijk, je zegt, daarna ga je zitten. Gaan we verder. Wat gebruik ik nou voor die wijn? En dan zijn we inmiddels, hebben wij dus tegelijkertijd hebben gekeken naar Simon Reish Ein Alt, 171. Nu gaan we verder naar de volgende Simon in de Maghabi, in Reish Ein Beis. Ja, maar omdat het dus, dat is Reish Ein Beis, is een soort woordje raaf, is hongersnood. Dus als je kijkt in de zogenaamde hoogte, dan staat er niet hongersnood, maar staat er ERF, staat dus omgekeerd. Daar zien we ook weer iets interessants. De Maghabi in Sibet zegt dus, Jain Migito, een wijn die net in het vat is terechtgekomen, Makatje en Lama, maak je ook overkiddus. Maar, dat is Medina de Gomorra, we zogeet Adam Eskolse en Avim, iemand mag ook vrijdagmiddag, mag die dus een tros druiven uitpersen, we omer alaf kiddus ayom, en dan zeg je daarop dus de kiddus van de dag. Nou, meneer Paard heeft dus gezegd, is heel duidelijk, als ik alleen die halaga hierbij betrek van die druiven, die ik dus uitpers, dat ik ook kinders kan maken, dan weet iedereen, weet Moïse Pomps, weet dan ook dat ik ook wijn kan, ook brokken kan zeggen over of wijn die net in het vat is gezet. Dat is natuurlijk logisch. Want die druivensap die ik verder uitpers, die heeft helemaal geen alcohol of niks. En deze wijn is misschien al een klein beetje gaan gisten. Dat is vrij logisch dat het kan. Alleen, maar Gabba zegt dus heel duidelijk, dat mag wel, maar het is nu beter om wat oudere wijn te nemen die al 40 dagen oud is, want dat is veel beter. En dan gaan we verder. Soeganator nog wat meer halogus over de wijn. En die komen uit Simon 3, uit Simon 272, Sif 3, Sif 4, Sif 6 en 8. Die is er niet bij. Nou, er zijn een paar dingen die hij schrijft. Ten eerste schrijft dus Mekatsin Aljain Mosauk. Ja, dat is bijvoorbeeld de zoetmeet. Interessante spel is een spellingwijze. Dat hij schrijft dus Mosauk met een Samach. Ja, dat wordt overal, ja, bekend in het Hebreeuws woordje Motek. Dus dat schrijf je ook met een taaf. Ja, maar hij, om een van de redenen heeft hij toch gekozen om hier dat dus met een Samach te schrijven. Of dat een schrijver is of zo, I cannot tell you. Dat weet ik niet. Maar haalt u dus de belangrijkste halogus bij. Je mag kiddush maken over zoete wijn, over witte wijn, over rozijnenwijn en al jain, hoesal, over gekookte wijn. Ja? En dat laatste, dat is natuurlijk vandaag ook, dat wordt in de meeste wijn die we hebben, die is gekookt of gepasteuriseerd. En dat, we weten allemaal, dan heb ik geen probleem als die wijn daarnaast aangaat door niet-joden. Belangrijkste is, een interessante halachische detail in dit stukje, is wat hij dus schrijft over witte wijn.
En daar zien we ook weer de visie van Rabijn Pardo. Rabijn Pardo laat die, kijkt gewoon, wat is de halloge? Hij wil het zo eenvoudig mogelijk voorschotelen voor Moshe Pomstok. En dan toen is hij gaan kijken naar deze halloge. Daar zegt de Magab het volgende. Je maakt kiddush over witte wijn. Ja, waar Rambam poslo le kiddush. De Rambam zegt, het is niet goed voor kiddush. Afilu de evet. Zelfs met die evet, ja, als de Rambam, die maakt alleen wijn, kiddush over rode wijn. Albumaf dilinolof, je maakt er wel af dood over. Omina ko oilam kesmori shoino. En de gewoonte van de wereld is van zijn smori shoino. Dat was heel begrappig zegt, ja, er is een de mening van de Rambam, maar die mening ko oilam is van zijn eerste mening dat je dus wel over witte wijn kiddush mag maken. Toen heeft meneer Pardo gezegd, en mijn Pardo gezegd, nou, als dat zo is, dan ga ik niemand vermoeien met de mening van de Rabban, want de halloge is niet zo. Dus schrijf ik gewoon op, al jain lavan, over witte wijn. Nou, begint de tijd een klein beetje te dringen, want ik geloof dat mijn grote vriend Rabijn Bio is een aantocht, neem ik aan, Paul. Ja, je hebt nog een kleine 5 minuten. Doorgaan is ook niet zo erg. Ja. Maak rustig af. Ja, oké. Nee, nog een paar minuten. Maar nee, het was ook die lawaai nog. Nou is het namelijk interessant als volgende. Ik heb daar één interessant detail in opgemerkt. Ik hoop eens om een keer tijd te hebben om door het werk heen te gaan. Het zou ontzettend boeiend zijn om deze Shulchan HaTorah uit te geven. Met kanttekeningen. Want er is natuurlijk ontzettend veel te vertellen over dit cijfer. En hoe hij te werk is gegaan. En ik vind ook, naarmate ik hiermee bezig was, ben ik ook steeds trotser geworden. Want het is natuurlijk ontzettend mooi dat dit cijfer in Nederland is uitgegeven. Nou, niet in Nederland, maar uitgegeven, in Londen is uitgegeven. Ik ben trouwens vergeten te vertellen, en dat is jammer, dat er zijn, als u kijkt op hebrewbooks.org, en het typt u in Shulchan HaTorah, of Shulchan HaTorah, ja, dan ziet u dat dit werk op verschillende plaatsen is uitgegeven. Ja, in Galante, andere plaatsen Oost-Europa. Dit cijfer is, ja, met de opkomst, met de grote opkomst en populariteit van Shlomo Ganzfried, is dit cijfer een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar het heeft zeker door de eeuwen heen, moet absoluut populariteit hebben genoten. Anders was het niet zo, is niet zo vaak uitgegeven. Het is nu 11 uur, ik wil nou het over hebben. En laat me eindigen met een anekdote. We gaan misschien een andere keer weer verder. Want ik hoop, Paul, dat ik nog een keer aan de bak mag. Zeker. Okay. We maken straks een afspraak. Oké, ik ga een afspraak doen. Ik wil eindelijk inderdaad het nog hebben over de kitsu. Met een geweldige meisje die ergens is gebeurd. Dan gaan we eindigen in de coronatijd. Er was een jiet, volgens mij kwam er een tiener of zo. En die altijd de kitsu heeft geleerd. Die zijn, niet deze kitsu, maar de kitsu van Shlomo Ganzfried. En heeft hij altijd geleerd. Whatever happened, hij leerde de kitsen. Die man is overleden. Die man is overleden in de coronatijd. Het is een verhaal, dat heb ik gezien, denk ik, in juni ongeveer. En die man is overleden in Jeruzalem. En toen nebbers, er ging niemand mee, maar waar? Er waren 9 mannen. Er waren 9 mannen. En, okay. En toen kwam er opeens, stond er iemand bij. En die kwam ook weer lawaaien. En, één seconde. Oh. Ja. Die man zei, ja, ben ik met zijn familie? Ja. Ik hoor erbij. Die man is meegegaan, ze hadden het minje bij de lawaaien. Op een gegeven moment op de terugweg, toen vroeg iemand van Yeshua, hoe heet hij eigenlijk? Die heette Ganzfried. Toen vroeg ze aan elkaar, is er iemand in onze bezorging die Ganzfried heet? Nee, zei, absoluut niet. Ondertussen was hij uitgestraald uit die taxi en zo. En die man is spoorloos verdwenen.
En de enige oplossing die ze konden vinden is dat dit Shlomo Gans iets was, die op een bepaalde manier heeft gezegd, ik moet naar de lawaaien, dus wil even naar de lawaaien laten gaan. En omdat deze man zoveel uit die kids heeft geleerd, mocht hij ook bij de lawaaien. Dit is een verhaal wat ik van meerdere kanten heb gehoord. En u weet, ik wil aan het eindigen met een opmerking die Beryl Wijn maakt. Die Beryl Wijn maakt, de grote historicus Beryl Wijn, die al die boeken heeft geschreven, het volgende. Die heeft een keer gezegd het volgende. I don't know of all the stories that tell about the Chofetz Chaim, if they are true or not. But they don't tell them about you and they don't tell them about me. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot ziens. Dank u wel. Dank u wel. Skorg, het was heel interessant. Dank je. Kijk, normaliter, als we aan het genoeg zijn, dan pak je agenda. Dus dat we mailen. Ik mail. Mail me maar, ja? Ik mail je, goed. Bye. Is goed. Ik heb hier nog zijn levensloop. Hij is geboren in Thessaloniki in 1561. En hij overleed in 1619 en kwam via Venetië naar Amsterdam. Dus hij heeft heel wat meegemaakt. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Dag, bedankt. Oké, Skar, tot de volgende bedankt. Keer. Beste Skar. Bedankt. Even kijken, dan moeten we Eli...